Hi guys, welkom op mijn kanaal of welkom terug. Ik heb vandaag een video voor jullie die ik al lang had moeten doen. Die ik trouwens al vaker heb geprobeerd op te nemen, maar het lukte me elke keer niet. Het was me niet gegund of zo, I don't know. Maar hij is er, de wenkbrauw tutorial. Ik heb een wenkbrauw tutorial en die is zo vaak bekeken en ik hoor nog steeds super leuk trouwens. Heel veel mensen zeggen van ja, en ik heb door jou geleerd hoe ik mijn wenkbrauwen moet doen. En ik kijk nog steeds naar die video, maar die video is zo oud. Dus ik vind het echt zo oud. Het was toen ik net een beetje was begonnen met make-up. Dus ik dacht, het is gewoon echt tijd voor een update van mijn wenkbrauw tutorial en vandaag ga ik jullie dus laten zien hoe ik het heb gedaan. Wil jij zien hoe ik mijn wenkbrauwen doe en mijn tips en tricks daarvoor? Blijf dan vooral kijken. Zo, ik heb mijn foundation gedaan net. Ik ben ook een andere video ondertussen aan het opnemen, dus de uiteindelijke look die ik vandaag ga creëren komt volgende week, of nee, volgende video komt die online. De hele look ga ik laten zien hoe ik dat heb gedaan, maar nu gaan we dus focussen op de wenkbrauwen. Ik ga heel even inzoomen, dan kunnen jullie alles even goed zien. Oké, ik heb zelf bruiner op, dus ik heb een donkerdere foundation op mijn gezicht omdat ik mijn gezicht niet bruin. Daarom heb ik wat witte vlekken onder mijn ogen, dus dan weet je hoe dat zit. We gaan nu gewoon lekker focussen op de wenkbrauwen. En het allereerste wat ik ga doen is alle haartjes omhoog kammen. En dan kan ik lekker rustig aan goed beginnen zonder dat ik zeg maar haren in de weg heb staan. Vervolgens ga ik aan de slag met mijn favoriete poeder. Tegenwoordig ben ik helemaal gek op de Sigma Brow Powder. En ik gebruik de kleur medium. En daarbij gebruik ik ook de kwast van Sigma die daarbij hoort, dat is de E75 Angled Brow. En hiermee doe ik mijn wenkbrauwen. Ik heb toevallig eentje waar ook een borsteltje aan zit en daarmee ga ik al mijn haren omhoog borstelen. Als al mijn haren omhoog zijn, kan ik heel goed zien welke haren nog weggehaald moeten worden. Dus dat doe ik ook. Goed, we gaan nu aan de slag met de poeder. Het allereerste wat ik doe is dus mijn kwastje dippen in het poeder. En wat ik dus doe, is niet met gelijk met de voorste kant, zeg maar gelijk met de voorkant van de kwasten ingaan. Ik ga echt met de zijkanten erin. Wat ik dan doe is ik plaats mijn wenkbrauw, mijn kwastje, net zoals in de richting dat mijn, zeg maar, mijn lijn zit. Dus je zit eigenlijk even, hoe noem je dat ook alweer, evenwijdig? Evenwijdig als het goed is, op de lijn van je haren. En daar, je moet heel erg op letten dat deze lijn goed en strak wordt getrokken. Deze lijntjes moet ik zeggen, want dit gaat toch wel bepalen hoe strak jouw wenkbrauw wordt. Dus wat ik doe is ik plaats de wenkbrauw, de borstel, en dan duw ik eigenlijk omhoog. Je gaat niet strepen maken, we gaan echt plaatsen, duwen, plaatsen, duwen. Zoals je zag begin ik niet helemaal vooraan. Ik zeg altijd de eerste plek waar jij je kwast plaatst, dat geldt voor blush, voor bronzer, voor oogschaduw en ook voor wenkbrauwpoeder. De eerste plek waar jij je kwast neerzet is waar de meeste pigmentatie komt, en de meeste pigmentatie willen we niet hier. Dat willen we eigenlijk in het midden. Dus daar plaats je de eerste streepje en vanaf daar kun je naar de zijkanten werken. Tweede tip die ik meegeef voor de wenkbrauw is, als je aan de onderste lijn gaat werken, hou je arm, het voelt heel raar, hou je arm omhoog en het kwastje omlaag. En wanneer je aan de bovenkant gaat werken, hou je je kwastje omhoog en je arm gaat eigenlijk omlaag. Dus je gaat onderste lijn naar boven, bovenste lijn ga je een beetje naar beneden met je hand. Dat werkt voor mij het beste en zo kom ik er het beste bij en maak ik zelf op die manier de strakste strepen. Ik pak weer product op mijn kwastje op dezelfde manier als ik het net heb gedaan. En wat ik ga doen is eigenlijk, ik ga deze streep ga ik volgen. Ik heb best wel redelijk volle wenkbrauwen. Persoonlijk zelf ook van een rechtere wenkbrauw. Ik ben niet meer van die hele ronde of die hele spitse wenkbrauw. Ik maak mijn streep best wel recht. Mocht jij daar kale plekjes hebben, wees niet bang om daar gewoon in te vullen. Gewoon lekker recht naar achter toe trekken en dan krijg je die streep. Wat ik dan doe is alles recht naar achteren trekken, dus eigenlijk alles recht borstelen weer. En soms kan ik het ook naar beneden zodat ik de lijn goed kan zien. Ik pak weer product op dezelfde manier op mijn kwast, maar nu gaan we wel streep trekken. Nu mag het wel, vind ik zelf, makkelijker. Je kunt dezelfde techniek gebruiken in de zin van duwen en naar beneden duwen. Maar in principe vind ik de bovenste lijn wat fijner om gewoon streep te trekken. En wat heel veel mensen ook denken is dat het alles in één beweging moet. Bij mij persoonlijk werkt het best als ik allemaal kleine stroken maak tot één geheel. Dat werkt voor mij het best. En ik kan me tussendoor gewoon recht om te zien hoe het geheel eruit ziet. Zodat ik weet waar ik nog strakker bij moet tekenen. Oké, we gaan nu over naar het staartje van de wenkbrauw. Wat ik dan doe is ik kan dan wel alles gewoon zo recht. En je ziet nu, zeg maar, mijn wenkbrauw. Ik ga niet onderaan beginnen. Ik ga ook niet aan de buitenkant beginnen. Ik maak een streepje in het midden. En vanaf daar ga ik eigenlijk de stokjes, noem het even het stokje, ga ik van buiten naar binnen toe werken. En zoals je ziet werk ik niet vanuit de buitenkanten, maar echt vanuit het midden. En nu ga ik wel vanuit de buitenkanten naar binnen toe werken om het stokje, zeg maar, af te maken en strak te maken. En het is poeder, dus maak je niet druk als het nog steeds niet helemaal strak is. Dat komt zo meteen met concealer.
En als je hebt opgelet, heb ik eigenlijk nog helemaal niks aan het hoekje gedaan. Ik heb eigenlijk alles gedaan behalve de bocht. Nou, dat ga ik nu gewoon weer doen door middel van product op te pakken zoals ik net heb gedaan. Dus weer de zijkantjes. En dan ga ik gewoon door middel van korte bewegingen het hoekje doen. Oké, ik heb de wenkbrauw nou een soort van afgemaakt, zeg maar. Maar hij is nog steeds niet helemaal klaar. Wees niet gefrustreerd als het niet helemaal strak is. Want dat krijg je gewoon, tenminste ik niet, voor elkaar met poeder. Ik gebruik concealer onder mijn wenkbrauwen om de wenkbrauw helemaal strak te maken. Maar ook tegelijkertijd als oogschaduw base. Wat ik gebruik is het Tarte Shape Tape. En nu ga ik gebruiken de kleuren Light Sand en Tan Sand. En het aanbrengen van de concealer doe ik met de concealer F75 kwast van Sigma. Deze heb ik ook benoemd in mijn favoriete video. Echt de perfecte kwast om concealer mee te doen. Zoals je ziet plaats ik niet gelijk de concealer gelijk direct onder de wenkbrauw, maar toch een klein beetje afstandje van de wenkbrauw. En dan werk ik vanzelf naar boven toe, zodat ik niet gelijk te veel product in de wenkbrauw stop en het risico neem dat het in de wenkbrauw komt. Oké, voor mijn gevoel, ik heb nu eigenlijk precies de vorm gevolgd van mijn wenkbrauw. Alleen ik vind deze voorkant vind ik gewoon iets te veel naar beneden gaan op die manier. Ik hou ervan om het toch een klein beetje ervan af te snijden, maar ik vind het gewoon een meer open blik geven. En ik snap dat sommige mensen het eng vinden om zeg maar een heel stuk van hun wenkbrauw weg te halen met concealer. Maar ik doe het zelf wel. Ik vind het oprecht gewoon bij mezelf een mooi effect geven. Dat hoef je niet te doen bij jezelf. Maar dat is iets wat ik wel doe. En op die manier heb ik een veel rechtere wenkbrauw. Soms vind ik ook dat mijn stokje iets te veel naar binnen toe gaat. Dus dan sta ik hier ook gewoon een klein stukje van af. En dan loopt mijn wenkbrauw redelijk recht. Wat ik dan doe is ik breng nog een klein beetje aan op mijn ooglid. En dan ga ik alles uitblenden met de Zueva Concealer Buffer. Ik ben redelijk tevreden hoe het met de onderkant eruit ziet. Alleen zoals je ziet is het hier nog wel een beetje kaaltjes. En kan aan de buitenkant nog een klein beetje meer gebeuren. En dat bedoelde ik net met achteraf kijken wat je nog eventueel kunt doen. Dus die correcties ga ik nu even doen. En dan neem ik nog even een andere kwast met foundation erop. En dan maak ik hier nog een klein beetje strakker. En als finishing touch gebruik ik altijd een wenkbrauwgel. En ik heb een techniek waardoor het lijkt dat je wenkbrauwen wat voller zijn. En deze techniek kan ik gewoon niet meer niet doen. Het geeft gewoon echt zo'n natural look en een volle look aan je wenkbrauwen. Hoe getekend ook, vind ik zelf. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet de hele natural brow. Het is nog best wel de Instagram brow-achtig iets. Het is wel strak. Maar ik wil niet met dat hele donkere. Je mag echt wel de haren er doorheen zien. En daar heb ik dit trucje voor. Ik gebruik de Benefit Gimme Brow in de kleur 03. Dus ik kam eigenlijk al mijn haartjes omhoog. En daarna neem ik gewoon een kwast die me kan helpen om alles strak te trekken. En dan ga ik er gewoon zo bovenlangs. En soms zie je nog stukjes die een klein beetje kaal zijn, waar nog een klein beetje poeder op mag. En dan doe je als laatste de finishing touch op je wenkbrauw. Oké, guys, dat was mijn wenkbrauw tutorial. Ik heb deze hele look nog afgemaakt daarna. En dat doe ik in de video van volgende week. Dus wil jij zien hoe ik deze make-up look heb gecreëerd? Misschien kijk je deze video later. Dan staat hij de volgende dag. Ik zeg altijd week, maar de volgende dag. Dus even kijken, volgens mij is dat... zondag, als het goed is. Komt deze look online. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral... mijn kanaal in de gaten houden en vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je dat wel al gedaan? I love you. Maar in ieder geval, dit was de tutorial van deze wenkbrauwen. En ik hoop dat je er heel erg veel aan hebt gehad. Ik weet dat het totaal anders is dan ik het eerst deed. En mijn wenkbrauwen zagen er eerst ook echt niet uit. Dus ik hou echt van je als je mijn video als voorbeeld nam toen ik mijn wenkbrauwen toen nog zo deed. Ik zie je heel graag weer bij de volgende video of vlog. En dat was hem voor vandaag. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.